wat we gezien hebben in de afgelopen dagen. En dat betreurt ons. Dat waar er een maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt, ook bij vakbonden, om een proces van, in dit geval, onderwijs, voor te laten gaan, dat het proces verstoord is geraakt. Sommigen noemen het zelf geterroriseerd zijn geworden. Dat is onacceptabel in onze gemeenschap. Wanneer leerlingen onderwijs willen genieten, wanneer leerkrachten onderwijs willen geven, dan kan het niet zo zijn dat een aantal die ontevreden zijn, hun gaan dwingen om daarmee te stoppen. Dat past niet, dat is ook niet een stakingsmodel of een actiemodel. Waarom stelde u dat zo? Want we hebben het over een groep leerkrachten die tot zover heel vreedzaam bezig zijn geweest om aandacht te vragen. Het woord van geterroriseerd worden is gebruikt. En ik ga daar verder niks over zeggen, maar wel nog steeds oproepen, misschien moet ik het zo doen, om dat niet te doen. Het maatschappelijk proces heeft bepaalde onderdelen. En een van ze is een vreedzaam proces van onderwijs kunnen genieten. En het is des te vervelender wanneer juist degene die les moeten geven, meewerken aan het verstoren van een lesproces, van een onderwijsproces. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daarmee ooit eens zou zijn dat dat gelegitimeerd is. Of dat het mag. Ik vind dat gewoon maatschappelijk, puur als mens, onkan. Demonstreren, oké, maar anderen de mogelijkheid ontnemen om les te volgen, om les te geven, terwijl ze dat uit vrije wil doen, dat vind ik een vervelende aangelegenheid, ja. Het is terrorisme. Wanneer iemand les geeft en met kracht en geweld uit de klas wordt gehaald om mee te doen aan. Is toch terrorisme? Ik bedoel, zelfs in Nederland nu kan je deze grap niet uithalen om niet te praten over in Londen. Dat wat de ministers doen, willen wij ook doen. Een beroep doen op de mensen. Respecteer de ene zijn mening. Respecteer het. Kunnen we dat niet meer in dit land? Dan alleen maar afgeven en afkraken. Het wensenpakket is, het zijn die oliekarta's waarbij we 2 keer per maand vol kunnen tanken. 5000 SRD of waardebonnen ter waarde van 5000 SRD en een betere ziektekosten, een verzekering voor de leerkrachten. Het moment is dus aangebroken dat de clusterministers en de voorzitters van de verschillende vakbonden over zullen gaan tot de ondertekening van het akkoord. Mag ik uw aandacht hiervoor? De afspraak is tussen nu en november 6 keer maandelijkse uitkering van 2.500 per keer. Voor de ambtenaren en voor de gepensioneerden is dat 1.800. We zijn niet alleen maar gekomen met minder geld of laten we dat skippen. We zijn met oplossingen gekomen.
We hebben nu in ons midden ook de deskundigen die over monetair-economische vraagstukken kunnen praten. Dus ik ga u zeggen, en ik ga herhalen, heren ministers, dwingt u die mensen niet om het geld op hun rekening te nemen, hoor. Als ze het niet willen, laten ze het terugstorten. Forwards ever, backwards never. We hadden eigenlijk 5000 gevraagd. En we hadden ook die oliekartas gevraagd, die al lang beloofde oliekartas. Maar men is ons tegemoet gekomen met 2500 en dat pas eind van de maand. Hoe moeten wij beginnen? We hebben geen geld meer. We hebben geen geld meer. En we moeten beginnen. Anderen zijn op het werk, maar onder druk. Zou je misschien ook kunnen bekijken dat we werkelijk die... Geen 2500, maar 5000 kregen. U weet zelf dus dat. Er is nu een overeenstemming met de vakbonden. Nee, dat deel van de vakbonden, laat me het zo zeggen. Nee, wij, met ons is er niet onderhandeld. Ja, dus een deel met de afspraak dat dit voor 6 maanden geldt. In die 6 maanden gaat men dan verder onderhandelen. Maar het is te weinig toch? Nogmaals, de regering staat open voor alle soorten actie. In de zin van zolang het ordelijk is, vreedzaam en op een wijze die het doel bereikt. En dat is dus niet gebeurd. Wij zijn nog aan het beraden welke acties tegen die bonden, tegen die personen ondernomen moeten worden binnen wet- en regelgeving. Misschien kunt u het meenemen. En... een oplossing voor ons creëren. Het is een moeilijke case. Heel moeilijk. Maar ik ga uw wijsheid in deze vragen. Ja, oké. Okay, het laatste wat we u voorhouden. We gaan op uw beroep doen om daarheen te leiden dat niemand die aan de strijd heeft deelgenomen wordt onderworpen aan rancuneuze maatregelen. Prima. Ik neem het mee. Dank u wel. Ja? Goed. Okay. Dank u wel. Zijn de vlieg! Zijn de vlieg!